En nu iemand met een heel scherpe pen. Hij is journalist en werkte voor een serie tijdschriften en kranten. Even grote rebel als Brel. Vooral zijn kritische ingesteldheid maakt hem bekend en berucht. Nee, we zijn hem nog niet vergeten. Het enfant terrible van de Vlaamse journalistiek. Johan Antierens. Ik ben zelf journalist, toch redacteur bij De Standaard. En het is echt niet overdreven om te zeggen dat het dankzij Johan Antierens is dat ik doe wat ik doe. Ik heb hem nooit ontmoet, maar ik kende Johan Antierens als puur van reputatie. Als een cassant, dwarse mens. Maar ik stel bij mezelf vast dat ik door hem te lezen alles wil te weten komen van wie hij was. Zijn naam blijft terugkomen. En dat is voor figuren in de journalistiek is dat eigenlijk het zonderlijk. In het begin kende ik hem als tv-figuur van allerlei quizzen en ik vond hem altijd al fantastisch. Johan had ook zo altijd wel iets van een kwajongen en af en toe schopte hij wel eens graag tegen de schenen. Het beroemde voorbeeld is het gesprek met vader Abraham, ja, die dan wegliep. Ik herinner mij een uitspraak van u waaruit een zeer diep misprijzen sprak voor het publiek dat u platen koopt. Hè? En dan komt er zo'n Antierens en die pakt in een keer aan. Dat soort mensen bewonder ik natuurlijk. Hè. Ik had liever gehad dat de mensen Johan ontdekt hadden in zijn chronieken in Knak en waar dan ook. Maar de echte populariteit is losgebarsten toen hij in die achterlijke Wies Andersen show zat. Want ik heb daar ooit eens een... Wat is dat? Een heel groot stokbrood gekocht bij Patachou. Maar toen ik... Iedereen denkt, Antierens, dat is die man van televisie. Terwijl dat hij een schrijver was. Als zijn macht in zijn schrijfmachine zat, dan was hij almachtig. Hij heeft de columnistiek opengegooid. En uit de kleffe sfeer van het Rijk der Vrouw weggesleept. Wat dat betreft was hij een pionier. Hij was de eerste die deed wat hij deed. En meteen ook de laatste. Hij was dus een fenomeen die daar 10, 15, 20 jaar als een wilde komeet door de journalistieke hemel vloog. En dan verdween. Ik heb hem leren kennen als personage eigenlijk. Hè. Hij is namelijk als hoofdpersonage in zijn eigen geschriften. Want als er één constante is in zijn werk, dat is dat hij altijd schreef in de ik-figuur. Ik ben columnist. Die moeten er ook zijn. Een columnist is een individualist van het pure allooi. Om niemand rekenschap verschuldigd te zijn, heeft hij vader en moeder vermoord en gaat hij op oorlogspad zonder God, vorst of vaderland. De columnist is van huize uit de meest kwetsbare journalist. Hij is altijd onderweg naar zijn zonsondergang en de striemende regen en de hekelende hagel kan hij met niemand delen. En ik ben dan beginnen lezen en ik heb dat nooit eerder gehad met iemand. En dat is eigenlijk de hele fascinatie, het raadsel ook voor mij, hoe dat kan, dat iemand die ik nooit heb ontmoet, iemand die eigenlijk veraf staat van mij, dat hij zo dichtbij kwam. Waarom is het dat we hem niet kunnen vergeten? Dat zou ik willen uitzoeken. Van waarom heeft hij zich zo diep onder de huid geschreven van zoveel mensen? Hoe komt dat? Dat is de vraag. Mijn zoektocht in het beeldarchief van de VRT, waar heel wat Antierens materiaal zit. Ik bekijk het samen met Marcel van Tielt, die zelf altijd een professionele fan is geweest. Ik wou eigenlijk zeggen dat jij diep in je hart vaak boos op mij geweest bent. Omdat wij... Ik ben niet boos op jou geweest, als ik jou tegen jou mag zeggen. Alsjeblieft. En Johan vroeger. Als ik jou tegen Leemans mag zeggen. Ja, natuurlijk. Ik zeg... In de jaren 70 bereikt Antierens het hoogtepunt van zijn roem. Op televisie wordt hij vaak gecast als dissident van de Vlaamse media die alles en iedereen glimlachend met de grond gelijk maakt. Ik herinner mij een artikeltje dat in Humo stond. En toen zat ik in de Canzonissima. Canzonissingema heette dat toen. Ja. Ik zong daar 9 keer met dezelfde jurk.
En Rick Geiles, die was realisator, en die had daar een windje op gezet. En dat bewoog. Ja. En toen schreef meneer Johan Antierens... Nou, sterrealisator Rick Geiles had op de moe een wind gezet. Maar niet sterk genoeg om eindelijk van haar af te zijn. En ik was 35 en toen schreef jij... Moeten wij die aftakeling nog verder meemaken? Al die leuke citaten zijn mij niet bijgebleven, maar ik krijg weer een zeker respect voor, voor mezelf, 20 jaar geleden. Was je dat kwijt? Nee, maar ik was vergeten dat ik toen al zo spiritueel was. Ik ben blij dat ik jou... Wauw, Jo Leemans. Goed gesprek, hè? Ja, maar ja, Jo Leemans, ik vind het fantastisch, ja. Maar je ziet ook, ze vergeeft het hem, het is met die glimlach. Ja. Hoe spraakmakend Antierens ook was op televisie, zijn echte populariteit dankte hij aan de vlijmscherpe columns die hij schreef voor KNAK. Toen Johan Antierens in KNAK verscheen, was dat meteen duidelijk van dit is iets zeer bijzonders. En ik herinner me dat ik rond die tijd ook naar Brussel ging, naar de universiteit. En dat ik daar zo 2 of 3 gelijkgestemden vond die ook elke week met popelend hartje die nieuwe KNAK afwachten om te zien wat ooggetuigen die week geschreven had. En hij kon dus op een geweldige manier iemand ongelooflijk de grond inboren, waardoor je het hem eigenlijk bijna vergaf. Ook al vond je de man of vrouw die hij in de grond boorde wel sympathiek. Hij was iemand die met zijn pen op een zeer gevatte wijze de Vlaamse samenleving kon ontleden en daar speels onze spiegel voor hield. En een polemist hoort ook zo hoort ook zo te zijn. Een schrijver zonder vijanden, ja, dat is geen schrijver. Ik wil uitzoeken wanneer de jonge Antierens zich voor het eerst als schrijver laat zien. Johan is het 10e kind in een gezin van 12. Zijn eerste levensjaren groeit hij op in Machelen. Met zijn 2 jaar oudere broer Karel heeft hij de innigste band. Als jonge puber schrijft Johan brieven naar Karel, die op dat moment zijn legerdienst vervult in Duitsland. Beste Karel, ik weet dat het met jou op het ogenblik rot gaat en zal dus niet naar jouw toestand informeren. Een broederlijk bevel, wees voorzichtig en slim. Een broederlijke raad, wees gevaarlijk slim en onbereikbaar voorzichtig. Hoe je onbereikbaar voorzichtig kunt zijn, is voor jou en mij een raadsel. Tot zaterdag, Johan. Ik zoek Karel op, de grote broer die een leven lang over Johan is blijven waken. Over die brieven, hè? Dat is, ik vind dat onwaarschijnlijk als je dat leest, hoezeer de Johan Antierens, zoals we hem later zouden kennen, hoezeer die daar al helemaal in vervat zit, in die brieven. Dat is, en hoe zelfverzekerd hij schrijft en hoe toonvast die brieven zijn. Ja. Was het talent u dan ook al opgevallen? Blijkbaar, ja. Hij kon wat wij niet wisten, dat niemand in hem vermoed had dat hij zo goed schreef. Hoe was hij als kind? Hij deed alles waar hij zin in had. Hij was een belhamel. Hij liep van huis weg wanneer hij dat leuk vond. Jullie waren heel nauw betrokken, hè? Want als ik het goed begrijp... Johan en ik waren een tweespan. We waren, hoewel wij heel verschillend waren. Ja. Maar wij waren wel samen, altijd. Ik was een brave jongen. Ik deed echt alles wat moest. En ik deed niets van wat niet mocht. Maar ik was jaloers dat Johan het wel deed. Het was duidelijk dat hij veel creatiever was dan hij... dingen deed die niet volgens het boekje waren. De oorlogsjaren waren jaren van nestwarmte. De huiselijkheid vierde hoogtij. De geborgenheid was onvervangbaar. De familiefeesten volgden elkaar in snel tempo op. Werd er veel gegeten, dan werd er nog gulziger gezongen. Er werd veel gezongen, als ik het goed begrijp. Oh ja, van die Vlaamse liederen waar je altijd te strijden trok, weet je wel. En de vijand moest weerstaan of we vinden elkaar hakken. Pas later heb ik me afgevraagd, maar wie is die vijand? Wie is dat? U, dat doet me denken aan het geboortekaartje van Johan. Ja. Is geboren op 22 augustus 1937. Op deze pietijdsvolle gedenkdag van onze dode Vlaamse helden heeft God onze stoutste wens vervuld. In ons op heden geboren 10e kindje is onze geliefde en betreurde soldaat, broeder Johan, gestorven voor Vlaanderen, herrezen. De Heer zij geprezen.
De geboorte van Johan wordt nogal verbonden aan de Vlaamse strijd. Wie was die oom? Wel, dat is een mysterieuze figuur. Dat was een broer van mijn vader. Maar mijn vader wou toen voorkomen alsof die voor Vlaanderen gestorven was. Maar we weten er eigenlijk weinig van. Nu, over die collaboratiejaren heeft Johan ook geschreven. Ja. Wat hield dat eigenlijk concreet in? Wat herinnert u zich daar nog eigenlijk van? Mijn oudste broer die is bij de Zwarte Brigade gegaan. Mm-hmm. En mijn oudste zus die was bij de Dietse Meisjesschaar. Ja, ze waren notware Duits gezind, sowieso. Mijn grootvader was echt wel Duits gezind, nazi-gezind, fascistisch gezind. En hij heeft in het dorp voortdurend gezegd van wacht maar tot Hitler hier komt, hij zal orde op zaken stellen. Ik denk dat zij daar heel hard in zijn opgegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. En natuurlijk dan tegen het eind van de oorlog, 1944, zijn de represailles gekomen. Mijn vader wou de Belgische vlag uithangen. En ik was zeer verbaasd dat wij dat in huis hadden, een Belgische vlag. Maar tegen de façade tegenover ons huis stond er zo'n slungel. En die... Mijn vader zei, meneer Antiris, nu is het te laat daarvoor. Toen werden mijn oudste zus en mijn moeder voor het raam open raam gezet, werd hun haar afgeschoren. De kleine Johan ziet zijn moeder kaal geschoren, het huis uit vluchten langs de achter. Ziet ze eerst in de keuken zitten, kaal geschoren, ziet ze vluchten. Dus een vernederde vrouw. En als mijn moeder erover vertelt, ze heeft dat maar een tweetal keren gedaan, dan kijkt ze ook weg en dan kan ze ook op een bepaald ogenblik niet meer verder vertellen. Hoewel het al zoveel jaren later is. Hè. En ik denk dat ze gedacht heeft, uiteraard, wat zou je zelf denken, dat ze kwamen om haar moeder te doden. En mijn twee oudste broers en mijn oudste zus werden opgepakt en werden gevangen gezet. En we gingen op de vlucht. En ik vroeg mijn moeder, waar gaan we naartoe? Waar God ons leidt, zei ze. Zo komt het dat ik ben opgegroeid met op mijn ziel een schram van de geschiedenis. Wij voelden ons verongelijkt. De beteren hadden het onderspit gedolven. Die Vlaams-nationalistische ideeën hebben jullie allebei nog een tijd meegedragen. Hè? Ja, die hebben we nog meegedragen. Ik moet nu denken aan die brieven die Johan schreef toen u zelf legerdienst in Duitsland deed. Hè? En daar... En het is zo heel onschuldig en lief, hè? Maar daarin schrijft hij bijvoorbeeld over een van zijn liefjes. Ja. Ze is nationaal-socialiste geweest en dan... Ze staat sympathiek tegenover mijn fascistische opvattingen en steunt mij in mijn discussies met Belgicisten en dergelijk spul. Dat was in 56. Ja, ik wist niet dat het zo lang geduurd had. Johan Antiris is niet de enige Vlaming die geworsteld heeft met die schram op zijn ziel. Aan deze ijzertoren herdenkt de Vlaamse beweging haar trauma's. Ikzelf ken de plek uit mijn kindertijd. In de schaduw van de toren stond de smidse van mijn grootvader. Ik spreek er af met historicus Bruno de Wever. Net als Antiris komt hij uit een Vlaams-nationalistische familie met een collaboratieverleden. Ik wil begrijpen hoe bepalend de impact daarvan kan zijn. Als je eigen moeder ziet vernederd worden in haar vrouwelijkheid, dat weegt. Hè. Je ziet op die beelden hoe dat vrouwen opgeleid worden om dan wellicht meteen kaalgeschoren te worden. Die beelden en die verhalen die zijn zo vaak verteld, dat ze bijna zorgen voor een omkering in de beeldvorming van in de verhouding dader-slachtoffer. Hè. Dus we krijgen de verzetstrijder als dader, de collaborateur als... slachtoffer. Ja, voor alle duidelijkheid, de mensen die je hier bezig ziet op straat, dat zijn natuurlijk niet allemaal verzetsmensen, dat zijn ook gewone mensen die uit woede dat doen. Want hier zelf schrijft daarover, wij voelden ons verongelijkt. De beteren hadden het onderspit gedoven, de straat regeerde over eerbare burgers. Ja, het is een typische Antiris paragraaf. Hè. Het klopt, denk ik, dat zeker collaborateurs van het profiel van zijn ouders, zijn VNV'ers waren, en politieke collaborateurs, dat vaak mensen waren uit niet de betere klasse, maar de middenklasse. Die inderdaad zichzelf misschien een klein beetje beter voelde dan
het gewone volk. Mm-hmm. En dat gewone volk wordt dan weer geassocieerd natuurlijk met die straatrepressie. Ja. Het gepeupel dat buiten komt. Hè. En dat al die molesteringen en vernietigingen doet. Ja, dat moet natuurlijk een enorme impact gemaakt hebben op die jonge Johan. Dat kan, mm-hmm. dat kan niet anders, dat is zeker mm-hmm. zo. Ja. Op mijn 16e was ik ronduit fascist. Voor een onafhankelijk Vlaanderen, los van België, weg met de Franstaligen. AVV, VVK. Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus. Volgens mij zijn daar in dat soort gezinnen twee reacties op geweest. Eén, de reactie van mensen die in dat verhaal vervolgens nog meegingen en daar apologetisch over werden en dat discours begonnen te cultiveren, waar hij voor een stuk ook in de jaren 50 absoluut. Mee evolueerde. Ja, zeker. En anderzijds de tegenreactie van ja. zich daarvan gaan afzetten en gaan zeggen van dit is gewoon onzin, dit klopt niet, dit is een zwarte bladzijde in de geschiedenis. Daar is denk ik wel een scheidingslijn tussen de 8 oudste en de 4 jongste. Hoewel de hele familie ook wel heel sterk aan elkaar hangt, maar ik denk dat de ideologische breuklijn zo je wel daar loopt. Mijn zoon zegt dat hij zich altijd zo amuseert op familiefeesten, want de oudste helft die zongen nationalistische liederen en zelfs Duitse liederen en de jongste helft die zong liederen van de weerstand. Op één feest. Franse liederen en liederen... Tegen elkaar op. Tegen elkaar op. Hoe moeilijk is het om je uit die ideologie los te koppelen? Ik heb voor mezelf dat nooit als moeilijk ervaren. Okay. Dat overkomt u. En ik heb een diepe overtuiging dat mensen vaak producten zijn van hun milieu en van hun tijd. En ik heb ook geen enkel gevoel van trauma dat ik in een extreemrechtse jeugdbeweging ben geweest. Kinderen mm-hmm. kiezen hun milieu niet. Mm-hmm. Je komt daarin terecht, je wordt daarin geplaatst door je ouders en je overkomt dat. En sommigen komen ervan los en anderen niet. Mm-hmm. Zijn degenen die ervan loskomen beter dan de anderen? Ik geloof dat niet. Ik denk dat het veel meer te maken heeft met toeval en omstandigheden. Mm-hmm. Maar ik kan u zeggen, het is niet omdat de ene broer iets doet dat de andere volgt. Hè. In mijn geval bijvoorbeeld is het niet zo dat mijn afscheid van het Vlaams nationalisme ertoe geleid heeft dat mijn broer dat ook gedaan heeft. Hè. Wel in tegendeel, zoals u weet. Ja. Als reactie op de repressie vlucht de familie Antires weg uit het Vlaamse Machelen. Ze trekt naar Etterbeek, waar Johan verder opgroeit in de anonimiteit van Groot-Brussel. Hier is het dat hij zijn creatieve stem zoekt en vindt. Eerst probeert hij het als beeldend kunstenaar, zoals hij ook schrijft aan zijn broer Karel. Ik heb definitief besloten me aan het tekenen en schilderen te herzetten. Ik heb als eerste zet een reuzenkaft gekocht. Reusachtig om mee door de Nieuwstraat te lopen. Een magneet voor de meisjes. Ik koop nu nog goedkoop papier en dan starten. Bang! De grootste artiest van alle tijden. Leve mij. Een prettig nieuwjaar. Gerard Alsteens, we zijn in Sint-Lucas in Brussel, Schaarbeek. Dit is de plek waar het voor u begon en waar het in zekere zin ook voor Johan Antires begon. Hè? Dat was dan de humaniora. Uh-huh. Ik was hier beneden, niet in deze ruimte, maar met dezelfde leraar dat ik gehad heb. Luc Verstraat, wat hij mij gezegd heeft, zijn, dat was een jongen vol ideeën. Hij zag daar zeker een creatief talent in, los van dat hij dat niet heeft kunnen waarmaken en integenen. Hij zag wel dat hij getalenteerd was, ook verbaal. Hij kon dingen uitpuren en zeggen die spitsvondig waren. En Johan die zat hier met veel goesting in het begin. Hij heeft achteraf beweerd dat zijn vader hem de goesting ontnomen heeft van te tekenen. En dat was natuurlijk wel een opdoffer. Vreemd genoeg was hij de oogappel van die vader. Ja. Maar misschien juist om die reden wou hij zijn best doen. En had hij niet direct het immens talent waar dat de vader door geïmponeerd zou geweest zijn. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. De beeldende kunst was dan wel maar een schijnbeweging. In het bruisende Brussel begint Antires definitief te vervellen. Hij schudt het fascisme van zich af en omarmt de boeken en platenkast van zijn oudere broer Jeff. Wat er altijd geweest is, ook al was hij toen fascistisch en nazistisch, is zijn enorme voorliefde voor de taal en het lezen en de Franse auteurs die hij aan het lezen was.
hij schrijft voortdurend naar Karel in zijn tienerjaren. Want ik heb dit gelezen, ik heb dat gelezen. Camus l'étranger of Sartre. Of, dat zijn wel bevrijdende momenten geweest, denk ik. Dat intellectuele enthousiasme. Mijn broer Jeff is de prins die mij heeft wakker gekust. Hij was een mentor. Zijn appartementje was een plaza van vrijheid en ongedwongenheid. Ik begon mezelf te cultiveren. En dan ging ik bij hem naar die platen luisteren. En dat sloeg inderdaad naar mij over. En toen werd ik geïnteresseerd in het Franse chanson. Il vivait en dehors des chemins forestiers. Ce n'était nullement un arbre de métier. Ja, ja, Jeff was werkelijk de figuur die ons... Ja... Beter dan onze vader. U neemt hem zelf ook. Hij was de vader die wij gemist hadden. Ja, 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 ja. Die is eigenlijk links geworden lang voordat hij weer uiterst rechts zou worden. Maar dit is een tijd links geweest. Johan, die is ook een ander iemand geworden tegenover zijn jeugd. Dus hij is progressief geworden. En dat is ook duidelijk zichtbaar, dat een afstand neemt van dat Vlaams nationalistische dat hij in zijn jeugd beleefd heeft. Zijn oudere broers werken allebei in de geschreven pers, waar ze ook de jonge Johan binnenloodsen. Jeff en Karel zijn aan de slag bij Humo en geven Johan een eerste job als vormgever. De kern van wat Humo vandaag nog altijd is, kiem daarvan, heeft Jeff Antiris gelegd. En Karel Antiris heeft er ook een belangrijke rol in gespeeld. Jeff is de man die eigenlijk Humo gemaakt heeft. Hè? Dus die met Humo begonnen is zoals, zoals we het tot vandaag bijna nog kennen. Hè? En heeft dat blad niet meteen links gemaakt, maar wel controversieel en oneerbiedig. Hij is het dus, ja, inderdaad, die Johan op dat pad heeft gezet. Hè? Toen hij begon bij Humo moest hij eigenlijk layout doen. Terwijl hij van layout niks kende, maar wel goed kon schrijven. En dan is hij begonnen met televisiegids, met de programma's, met daar teksten in te schrijven die heel geestig waren. En dat waren zijn eerste journalistieke teksten eigenlijk. Als semi-analfabeet ben ik op 20-jarige leeftijd de pers ingesmokkeld. De studies waren plusminus op zero uitgedraaid. Maar ik rekende buiten mijn 12 jaar oudere broer Jeff, die de journalistiek was ingestapt en mij met andere ogen bekeek. Jeff verbrak de schaal van mijn zelf ingenomen onderschatting en lijfde mij in bij de persgilden. Het lukte waarachtig. Het lukte. Ik vraag me af hoe kenmerkend die vroege teksten al zijn en zoek ze op in het archief van de Brusselse Albertina Bibliotheek. Dank u wel. In de Humo van oktober 1958 vind ik het allereerste artikel dat Johan ooit schreef. De titel, De zonde loopt op blote voeten, dat vind ik ook wel heel erg Antiris. Het is een goede kop, het is met een glimlach. Maar voor de rest, stilistisch is hem... Hij zei nog niet waar hij moet zijn. En dan op het einde maakt hij Brigitte Bardot af. Wat dan wel heel erg de Antiris is zoals we hem kennen. Hij is ook kwaad. Zijn kwaadheid zit hier ook in. Een blonde pop zonder hersens die moet blijven dansen en spelen zolang ze geld opbrengt. Op het einde besluit hij eigenlijk wie Brigitte Bardot is, wat haar waarde is. En zijn laatste zin is ook Brigitte kan niet acteren. Dus dat is eigenlijk een redelijk eigenzinnige invulling van het genre portret. En daar zit hij natuurlijk wel al helemaal in. Hè? In datzelfde jaar, 1958, mag de 21-jarige Antiris een interview afnemen van zijn grote held Jacques Brel, die hij tot aan zijn dood zal volgen. Les Flamandes dansen sans rien dire, au dimanche sonnant. Les Flamandes dansen sans rien dire, les Flamandes, ça n'est pas causant. In 1962 krijgt Johan Antiris een eigen programma op de BRT Radio. Onder de titel De Charme van het Chanson straalt hij zijn liefde voor Brel, Brassens en Ferré door naar de Vlaamse huiskamers. Dat was een reeks van 13 uitzendingen met
Franse chansons, of voornamelijk Franse chansons. De charme van het chanson. Samenstelling Johan Antierens. Dat heeft een aantal seizoenen gelopen en met grote bijval. Met het Franse chanson als voorbeeld wil hij ook de Nederlandstalige kleinkunst naar een hoger niveau tillen. Hij is gecharmeerd door jonge artiesten als Boudewijn de Groot en Wannes van de Velde. Je kent wel zijn Bretonse gang. Ik kan het niet meer langer zwaaien. Waar zijn vrienden van overlang? Ik was voor hem lak voor mijn eigen. Ik ga praten met journalist Hugo Kams en muziekproducer Hans Kusters. Die trokken met Johan door Vlaanderen en Nederland op zoek naar talent. Ik heb hem heel goed gekend. Jaren aan een stuk heb ik hem gekend. Te beginnen op de kleinkunstavonden. Het was in de jaren 60, hè. Dat was in Leuven bijvoorbeeld. Met Cor van der Goten, met Hugo Rasput. Maar joh, schrijf daarover. Voor een vriend is het gepermitteerd. Geef hij mijn chicere verzeerd. Dankzij wat Johan toen schreef over Wannes van de Velde en Boudewijn de Groot, dat is zijn allemaal enorme steunen geweest, waardoor vooral die kleinkunst een enorme duw in de rug heeft gekregen. Er was een tijd dat ik het meest... In 1964 wordt Antierens cultuurjournalist bij de krant De Standaard. Ook daar richt hij zijn aandacht op de kleinkunst. Zo introduceert hij Boudewijn de Groot bij een breed publiek in Vlaanderen. Boudewijn de Groot zat bij een Franstalig bedrijf, Fonior. En Fonior was totaal niet bezig op dat moment met wat er in Nederland gebeurde. En eigenlijk dankzij Johan, die zei... en als je dat niet uitbrengt, zal ik schrijven dat jullie Franstalige klootzakken zijn... en dat soort dingen meer. En je moet die plaat uitbrengen. En zo is eigenlijk Boudewijn zijn release en zijn carrière in Vlaanderen begonnen. Totaal te danken aan Johan. En zo is er ook al vanaf het begin af aan... een hele goede, hechte relatie ontstaan tussen Boudewijn en Johan. Hij heeft natuurlijk later veel meer dingen gedaan... of het Nederlandstalig lied. Antierens mag een nieuw radioprogramma maken over kleinkunst, de vier voeten van het varken. Wat het muzikale betreft, laat ons meer volk zijn. Laat ons meer, zonder de goede smaakprijs te geven, vertrekken vanuit het volk. En ik denk aan Wannes van de Velde, die met zijn goede, smaakvolle straatliedjes nu een eigenlijke start... vertegenwoordigd van het Vlaamse chanson. Dat wat dreef hem daarin eigenlijk? Om die Nederlandstalige kleinkunst zo te willen... Ik denk dat dat sowieso een Antierens trek was... om heel erg te dwepen met het Nederlands als taal. Hij is een man geweest die de schoonheid van taal heeft gediend... Daarvoor is hij inderdaad op de barricade geklommen. Daar waren wij het helemaal over eens... dat dat ook een deel is van de ontvoogdingsstrijd voor arm Vlaanderen... van je taalmachtig te worden, van te genieten van die taal... van je te vermijden in de rijkdom van die taal... van daarmee te kunnen spelen, ja, wat hij meesterlijk deed. Het vrij denken, hè, het schoppen tegen bepaalde zaken. Hè. Als je het niet in taal kunt omzetten... kan je ook geen kennis overbrengen. En ook geen passie volgens mij overbrengen. Wij vormen een gecrispeerde, gefrustreerde mensenmassa, vaak de Vlamingen. En wij worstelen graag met onze problemen, ook met de kleine. En daarom valt het ons moeilijk om de kunst tussen neus en lippen te beleiden. Om een alledaags liedje te zingen en om de kleinkunst onder de knie te krijgen. Dus eigenlijk alles samen zijn belang voor de kleinkunst is niet te onderschatten. Een standbeeld. Hij is... Eigenlijk vind ik de grote voorvechter geweest voor alles wat Nederlandstalig later naar de radio kwam en zo en beroemd werd in Vlaanderen. We moeten op ons knieën hem daarvoor danken. In zijn programma krijgt Johan Antierens de kans om de Vlaamse kleinkunst voluit te promoten. Maar een kritisch lied van Hugo Rasput over de paus mag van de BRT onder geen beding op de radio. Wie is het die zo hoog gezeten? In zijn steenrijke Vaticaan, de plaats bekleed van een der goden, die eigenlijk nooit hebben bestaan.
Rasput heeft toen een liedje gemaakt, zeer anticlericaal. Hij was daar de eerste in en vandaar ook de meest kwetsbare. En dat was dus toen naar aanleiding van al of niet de pil. Hè? En daar kwam dus een soort encycliek over die pil. Dat we dat niet mochten gebruiken. Ik snap dat dus niet, dat dat kan. Dat de mensen dat slikken. Dat er ergens zo'n type in Rome op de een of andere manier gaat zitten zeggen van... Zo moet je nu leven zien. De zuilenindustrie, waaronder ook de BRT viel, moet ik eerlijk zeggen, die stond er op scherp. Er was dus een verbod gekomen van de directeur-generaal van de bussen om dat lied uit te zenden op de radio en op de televisie uiteraard. En dan Tiris heeft het dus toch gedaan. Hij heeft het liedje wel niet gegeven, maar hij heeft de tekst voorgelezen en toen vloog hij buiten uiteraard. Aan de armen en zegent hen in naam van God. Na 3 afleveringen van De Vier Voeten van het Varken wordt het programma wegens te rebels afgevoerd. Midden de jaren 60 was Antires aan de slag bij De Standaard, de krant waar ik nu voor werk. Maar in dat rigide stramien van een dagblad kon de weerbarstige twintiger moeilijk aarden. Dat krantenlandschap was met de ogen van 2020 ja, een heel erg ouderwets, verzuild, gepolitiseerd landschap. Daarom is het natuurlijk opmerkelijk dat in dat landschap dan die rare quibus kwam, die daar... Op een heel erg onconventionele manier aan journalistiek ging doen. En daardoor ook met iedereen in heel dat landschap in ruzie kwam en botste. Ik kan me inbeelden ja, dat hij daar niet thuis voelde. Dat was natuurlijk dat meer traditionele, ik zal niet zeggen strijdende redactie, maar toch heel zelfbewust waar ze mee bezig waren. Hè. Die AVVK's, dat stond daar nog altijd voor iets. Een leven lang zal Johan Antires blijven schrijven tegen het katholieke Vlaanderen, het Belgische Koningshuis en alle zelfverklaarde profeten. Tijdens het pausbezoek liet onze vorst de hand van de witte man uit Rome niet los. Verloochende zijn rol als behoeder van een pluralistisch samengestelde natie om zich op te werpen als gouverneur-misdienaar van de kerkprovincie België. Hij deed dat ook van mijn centen. Ik, die bij ieder ontbijt een bisschop degusteer. Hij schopte natuurlijk tegen instituties die... Het was niet zomaar even tegen een instituut. Het was de monarchie, de kerk. Ja, die stonden wel ergens voor. Antires was het soort Vlaamse Belg naar mijn hart. Dat wil zeggen, kritisch op alles, ook op het flamigantisme. Belg tot op het bot, maar anti-royalist. Vlaming par natuur en zeker ook met een liefde voor die taal... die ik nu bij de Flamiganten mis. Ja, Peumans, en hij zal wel gelijk hebben, want die mens is nog kleiner dan ik, die zegt dat de cultuur Flamiganten uitgestorven zijn. Wie ben ik om dat tegen te spreken? De strijd die Antires altijd voerde was, denk ik, en daar herken ik me voor een deel in, tegen het vastgeroeste, tegen het saaie en tegen het voorspelbare. Kenmerkte mij als een zwalpij en een stoorzender binnen de vaderlandse berichtgeving. Als een horzel dwaalde ik van blad naar blad op zoek naar de bitterzoete stamper van de persvrijheid. Ik klopte aan, men verwees mij door naar een volgend adres waar volgens onbevestigde bronnen het vrije woord bestaansrecht had. De tegendraadse Antires houdt het op geen enkele redactie lang vol. Hij schrijft voor verschillende kranten en gaat ook voor heel uiteenlopende magazines aan de slag. Voor het vrouwenblad Mimo start hij de column De Dingen van het Leven. Daarin vertelt hij ongezien openhartig over het gezinsleven met zijn vrouw Karen Cantré en de twee peuters Eva en Benjamin. Alweer niet veel later verhuist hij als columnist naar het progressieve weekblad De Nieuwe, dat een uitgesproken links-flamingantische koers vaart. De Nieuwe was Vlaams en vooruitstrevend, links en Vlaams. En nu plaatsen we natuurlijk ook het hele politieke speelveld. Het Vlaams nationalisme vooral in rechts en zelfs in extreemrechtse hoek. De Nieuwe probeerde daar dat Vlaamse en dat progressieve te gaan combineren. Het was in die zin een zeer interessant blad. In 1973 maakt Johan Antires samen met Gal de cruciale overstappen naar het jonge magazine Knak. Daar vindt hij de ruimte, de inspiratie en ook de vrijheid om de columnist te worden die we ons tot op vandaag herinneren. Knak was
bedoeld eigenlijk als een soort prestigeblad, een nieuwsmagazine, zoals er tot nu toe geen bestond in Vlaanderen. Interessante, kritische artikels over nationale politiek, internationale politiek. En dan die columnist op de laatste pagina's, die toch ook wel bijzonder was. Het is zeker niet toevallig dat net de plek was waar Antiris al bij al een huis gevonden heeft. Hè. Waar hij de nodige bescherming vond om zijn soms gekke, provocerende, aparte journalistiek te doen. Hoe komt het dat Antiris zich bij Knak zo thuis voelde en zich daar pas echt tot stercolumnist ontpopte? Ik vraag het aan Riek van Kouwelaert. Hij ging als jonge fotograaf vaak samen met Johan op pad. Ik heb hier een cover bij van de Knak. Ja. Van 25 juni 1975. We zien Johan Antiris naast Eddy Merckx. De foto is genomen tijdens de Ronde van Frankrijk. En als ik het juist heb, is die genomen door de toen 25-jarige persfotograaf Riek van Kouwelaert. Ja. Klopt dat? In ieder geval, dat is die periode, ja. Inderdaad. Over zijn columns, die dolpopulair waren in de jaren 70, zijn ooggetuigen, chroniek. Las u ze zelf graag? Ja, natuurlijk. En dat was iets nieuws natuurlijk. Hè. In Vlaanderen werd dat niet beoefend, dergelijk genre. Trouwens, in het begin schrijft hij niet onder zijn eigen naam. Het is Wounded Eye. Het is niet lang geduurd, is hij onder eigen naam gaan. Dat moest je natuurlijk ook doen met het genre dat hij beoefende. Kun je niet blijven anoniem doen natuurlijk. Hè. Wat was er zo nieuw aan? Wel, dat was de toon. Hè. De toon die aangeslagen werd. Aanvankelijk was dat zogezegd televisiekritiek. Hè. Maar dat heeft niet lang geduurd. Natuurlijk, op den duur werd dat wat de Fransen zouden noemen een feuilleton. Mm-hmm. Ja. Eigenlijk moet je die dingen naast elkaar allemaal gaan leggen vandaag. Je kan zo het leven van Johan voor een stuk reconstrueren, want hij spreekt vooral over zichzelf ook. Ja. En over zijn collega's. En veel van wat daar staat is allemaal waar. De chroniek van Antiris wordt zo populair dat hij een bepalend ingrediënt wordt van het weekblad Knak. Een flatterende verantwoordelijkheid die soms ook zwaar begint te wegen. De taalvaardigheid waar mijn bewonderaars mee schermen begint te drukken. Vroeger schudde ik woorden als vlooien van mij af. Ze dansten over het papier. Vandaag is mijn pen een pincet. Schrijf ik als een verzamelaar van unieke uitdrukkingen met Bengaalse bijgedachten, bezield met het heilige stroofuur van de effectenjager. Deze chroniek heb ik 3 keer herschreven, de woorden gewikt en gelikt tot ze ook het tegenlicht verdroegen. Bah, Antiris, word weer journalist. Schrijf voor de vuist en recht voor de raap en zeg wat je te zeggen hebt. Ooggetuigen in Knak, zoals voor heel veel mensen, dat was voor mij een ongelofelijke ogenopener. De eerste keer dat ik me bewust werd van het fenomeen kolom. En het fenomeen eigenlijk polemische kolom, wat nog iets helemaal anders is. Ja. En dat mensen daar een brood mee kunnen verdienen. En dat dat ongelooflijk plezant kan zijn. Hij spaarde eigenlijk ook niet de mensen, de figuren, de kringen, de instellingen waar hij zelf, hoe zal ik dat maar zeggen, een politiek gezicht van zou kunnen zijn. Hij spaarde ook links niet. Hij viel de kerk aan, maar ging dan ook de vrijzinnigen duidelijk in de wind zetten. Dat was toen een nieuw genre, zo die vermenging van feiten, maar ook je heel subjectieve reacties van humor, van openhartigheid over je persoon, ook over de mensen die je ontmoet had, ook het plagerige. En voor sommigen misschien het wat te cassante. Zulke teksten gingen vaak over niets. Hè? Of altijd over hetzelfde. Van die dadas, over slecht taalgebruik, over sensatiejournalistiek. Met name het laatste nieuws heeft het heel vaak moeten ontgelden. Ik denk vooral aan de Vlaamse kranten die naar mijn gevoel nog altijd op een onbehoorlijk laag niveau werken, omdat men zijn taal niet op een normale manier beheerst. Hij had een fundamentele hekel aan kromme zinnen. Daar kon hij niet mee leven. Op een zeker ogenblik stond er in een krant een advertentie van CNA. Zomerprijzen afgeprezen. Prezen in plaats van afgeprezen. En toen maakte hij zich zo kwaad. En toen heeft hij als reactie daarover een limmerik geschreven. Een jonge juffrouw uit Neder-Epen had het vervoegen niet goed begrepen. Ze zei na de daad, met haar mond nog vol zaad, heb ik nu gepijpt of gepepen?
Dank je, Johan, dat je dat je zoiets hebt kunnen schrijven. Maar hij had een schwung en een ritme, een timing ook... die mij altijd aan jazz deed denken. Ik vond hem meteen eigenlijk een groot schrijver, terwijl hij eigenlijk geen schrijver was. Hij was een journalist en hij was een columnist. Maar ik vond het qua schrijverskwaliteit wel schrijverskwaliteit. Hij keerde zich binnenste buiten voor de lezer. Hij toont zich in al zijn kwetsbaarheid. Als een feilbaar menselijk wezen, zoekend, verdwalend, falend. Ik denk dat dat mensen enorm aangreep en aansprak. Hij heeft mij knak groot gemaakt. Ik denk dat hij zo'n dik burgerlijk blad als knak nodig had, omdat dat ook een soort cocon was waarin hij zijn toch grotendeels de vrijheid had om te doen wat hij wilde doen. Maar in alle geval was het zo dat Johan goed van pas kwam voor knak, omdat zij ook een soort intern geweten was. Maar een intern geweten maakt zich natuurlijk niet altijd geliefd. Zijn columns stoten altijd wel iemand tegen de borst. Niet zelden iemand met macht en aanzien. Eerst keerde het ongenoegen en de vrevel van de knaklezer zich tegen mijn persoontje. Maar nu stelt de ontgoochelende intellectuele lezer de hoofdredactie aansprakelijk voor deze bundeltjes onwelriekende schuttingtaal. Want de grap, zeg maar de grol, heeft te lang geduurd. Was ik eerst niet meer dan een vlek op een blazoen, nu ben ik een zich invretende kanker, een chronisch anachronisme. Johan Tiers maakte veel vijanden, maar ik denk dat hij dat op bepaalde momenten ook tot zijn eigen verbazing ontdekte. Ik denk wel dat dat iemand was die ook intrigeerde. Misschien omdat hij de vragen stelde die dan in het Vlaanderen van toen toch wel ongemakkelijk waren. Ik denk dat ze ook vandaag nog vrij ongemakkelijk zouden overkomen. Of misschien terug ongemakkelijk zouden overkomen. We hebben vandaag nood aan mensen als Johan Antiris. Misschien meer dan toen. Oké, toen was hij een voorvechter voor vrijheid op alle fronten. Veel van die vrijheden hebben we, maar ze blijven nog altijd in gevaar. Mogen we toch nooit vergeten. En dan heb je zo van die vrije radicalen nodig, die vooral zichzelf zijn en waarschuwen. Zijn compromisloze kritiek is niet zomaar een stijlfiguur. Het is zijn natuur. Hij ontziet niets of niemand, zelfs zijn eigen dochter niet. In een verder liefdevolle brief zegt hij de dan amper 12-jarige Eva wat hij vindt dat gezegd moet worden. Mag ik het zeggen? Ik vind jou te volgzaam, te braaf, te bang om er een eigen mening op na te houden. Je grote streven is om de wereld door onze ogen te zien. Je bent bang voor een afwijkend gedrag. Je wil ons naar de mond praten. Je wil zonder wil bestaan. Dat is fout. Eva, ik heb zo het rare gevoel als ik hier tegenover jou zit dat ik jou eigenlijk heel goed ken. Hoe was dat voor jou om zo'n personage te zijn in zijn teksten? Ik ben daar eigenlijk heel lang helemaal niet bewust van geweest. Ook omdat hij mij daar niet bij betrok. Dus hij vertelde ook weinig over zijn werk. Dus hij schreef voor jouw 12e verjaardag een brief. En die mogen we... De titel is wel Minnebrief aan Eva. Maar die mogen we eigenlijk wel vrij hard noemen, hè, die brief, ja, toch? Ja. De brief is hard, maar... De brief is ook zo mooi. In die brief zie je ook zijn gevoeligheid en eigenlijk zijn angst voor wat er nog allemaal zou kunnen gebeuren in de wereld, in de toekomst met zijn kinderen. Mijn vrouw werkte niet en ik liet haar 's morgens thuis achter zoals je iemand in de steek laat. Alleen met het dribbelende kind, met het tikken van de klok, met de prei die gevild en het bed dat opgemaakt moet worden. 8 jaar ouder dan zij had ik de wegbereider moeten wezen. Een spetterende mentor. Kun je iets vertellen over jouw moeder, wie zij was? Ja, mijn moeder is een vrouw die heel vroeg getrouwd is. Ze heeft mijn vader heel vroeg leren kennen. En ik ben er dan gekomen toen zij 19 was. En dus dat is wel echt heel jong. Als moeder en als echtgenote van een man die ambitieus is. Ik denk dat zij het inderdaad niet zo gemakkelijk heeft gehad.
Na een kleine 10 jaar eindigt het huwelijk met Karin Cantré, die intussen ook te kampen heeft met psychische problemen. Aansluitend zijn jullie op internaat gegaan, hè? Omdat wij dus aan mijn vader toegewezen waren, iets dat in die tijd eigenlijk zelden voorkwam. En omdat hij te weinig tijd had gewoon. Ik voelde mij daar veilig in het ritme van hoe alles daar te werk ging. Dus ik voelde mij daar wel goed. Mm-hmm. Ja. Anders dan je broer, hè? Ja, mijn broer die kwam op een internaat terecht dat niet zo bijster goed was. En had veel meer last van heimwee en van gemis. Ook door die omstandigheden heb je eigenlijk altijd een heel nauwe band wel gehad met jouw vader, hè? Ja, nou en niet nou, want er werd dus eigenlijk niet gesproken over de situatie. Hè. Ik weet dat ik hem er een aantal keren over aangesproken heb, maar hij kon dat niet aan. Hij kon met ons echt niet over gevoelens praten. Dat rechtstreekse, ja. Daar had hij het moeilijk mee. Ja. Liever via ja. De omweg van de tekst had hij nodig. Ze was inderdaad zeer privé vaak. Hè? Omdat lezers echt wel werden meegenomen in al zijn amoureuze, sentimentele, maar ook de pijnlijke kanten daarvan. Dat is iemand die voor de eerste keer heel openlijk schrijft over zaken die in feite nog in de taboesfeer hangen. Zijn scheiding. Ik zou zeggen, nogal oneerbiedig zijn zoektocht naar een nieuwe gezellen, waar hij ook soms aan schrijft dat die nieuwe gezellen ook nog getrouwd is. En dat soort zaken, ik kan me inbeelden, in de jaren 70, in het toenmalige Vlaamse klimaat, dat niet zonder gevolg was. Hè. Dat voor een groot stuk ook de perceptie van de figuur Antiris bepaald heeft. De populariteit van zijn column in Knak ontgaat ook tv-makers niet. Ik ben al leden bij u voor. Je zijn mijn mensen, Johan Antiris. Antiris wordt gevraagd als vast panelid in de Wisandersen show. Quizmaze, u op mijn stropdas gelet. De manier waarop hij zichzelf introduceert in de doodbrave familiequiz doet meteen weer stof opwaaien. Kijk, ik herinner mij dat hij in de eerste aflevering van de show van Wisandersen zei: ik ben Johan Antiris en ik ben gelukkig gescheiden. Ja, dat was een bom in Vlaanderen in die tijd. Dat stond in alle gazetten. Daar was meteen stampij rond. Had toen Twitter bestaan, het zou ontploft hebben, hè, op dat moment. Die was helemaal niet gelukkig gescheiden. Dus hij zei dat alleen maar naar het publiek toe. Hij zei dat om dwars te zijn. Hij zei dat niet oprecht. Ik deed dat dus ook, maar het was wel een spontane opwelling. Als tegenzet voor al die hypocrieten die op het scherm altijd opnieuw zeggen dat ze zo gelukkig getrouwd zijn, dat de kinderen goed studeren, dat de kat zindelijk is. En dus ik wou dat eens dwarsen door te zeggen: ik ben Johan Antiris, gelukkig gescheiden. Ja. Dat was dus niet natrappend naar mijn ex-vrouw of niet tegen haar bedoeld. Trouwens, ze heeft dat zeer goed begrepen. Zij vond dat erg geestig. Maar in haar directe omgeving, waar er ook mensen zei: dat je moet dat kwalijk nemen. Juist. Mooi, hè? Ik denk dat hij het niet helemaal zo bedoeld had. Nee. Maar het nam wel heel veel stress weg opeens van dat trauma. Ja, ze zijn gescheiden. Hoe erg is dat? Ja, dat hoeft niet altijd erg te zijn. Misschien is het een betere oplossing. Dat heeft hij wel veroorzaakt. Daardoor dat ene zinnetje. En dat vind ik echt heel straf. Ja, mij fascineerde die figuur Johan Antiris onmiddellijk. Dat was een brok baldadige charme die in de huiskamer werd aangeleverd. Ja. Om te beginnen, wat een geluk dat hij geen coureur is geworden. Ja, natuurlijk. Want dan was hij nu nog de Tour de France 54 aan het uitrijden. Ja, dat is heel juist. Maar daarom ben ik juist voetballer geworden ook. Wil jij zwijgen als ik mij vrolijk maak over jou? Ja. Maar goed verwoord, hij zegt dan zo en passant, heel snel: wil jij zwijgen als ik me vrolijk over jou maak? Ja, dat is toch een fantastische zin? En daardoor was Johan een bekende Vlaming. En een van de eersten ook die, laat ons zeggen, een nog wat controversiële bekende Vlaming was. Vindt u dat niet een beetje ironisch of absurd dat u daardoor bekend geworden bent en niet noodzakelijk door uw journalistiek werk? Dat is de macht van het medium. Daar kun je weinig aan doen. Maar waar ik van hou, waar ik mee bezig ben, dat is schrijven, dat is de taal en dat is kritisch observeren wat er om mij heen gebeurt. Antiris is intussen een even bekende als beruchte Vlaming geworden en krijgt nu ook zelf een programma. Noord-Zuid wordt in Vlaanderen en in Nederland uitgezonden. Ook als gastheer blijft hij ongenadig tegen schenen schoppen, af en toe iets te hard.
Ik vind het gevaarlijk dat u de naam Peo laat vallen, want ik heb hem ook weer horen zeggen dat kan een roddel zijn, maar dat hij nog altijd op zijn percenten zit te wachten van wat u doet. Zal ik maar gaan? Nee, blijven. Mogen we nog een paar hele korte vragen stellen, vader K. U gaat weg nu. De tijd is. Dag, Hermies. Ja. Het fragment dat hem altijd is blijven achtervolgen. Dat snap ik. Die laatste vraag, dat vond ik een hele smerige vraag. Want ik denk niet dat hij kan weten of Pierre Cartner al aan PO betaald heeft. Dat moet sterker geweest zijn dan hemzelf. Ja. Hij weet, ik zit hier een familieprogramma te presenteren. Vader Abraham is de gast. De doodbrave Mies Bouwman zit naast mij. En hij kan dat niet laten. En hij boort daarop door. En hij voelt... En vader Abraham verlaat het pand. En ja, uiteraard, ja, dan weet je wat er gebeurt. Een goede journalist zou dat eerst uitgezocht hebben of daar een probleem was met auteursrechten. En dan de voeten vooruit gedaan hebben. Maar achteraf bleek dat hij niet beslagen genoeg op het ijs kwam wat dat punt betreft. En dat heeft hem zijn kop gekost bij de BRT. Eigenlijk terecht. Ja, dat moeten de waarnemers... Wanneer CVP-premier Leo Tindemans, wat later te gast is, gaat Antiris alweer met de voeten vooruit. Maar ik huiver een beetje voor het machtsapparaat dat de CVP is. En met al uw politieke charme geloof ik als partijloos onafhankelijk journalist meer in de politieke authenticiteit van een man als Karel van Biert. Ja, maar nu zou ik moeten antwoorden. Hè? Dat mag niet. Nu bliksemt u op mij toe en de uitzending is gedaan en ik kan niet meer antwoorden. Het is het incident te veel. Zijn carrière als tv-presentator zit er voorgoed op. Johan Antiris doet mij soms denken aan die legende van een kikker en een schorpioen. En ze staan aan de ene kant van het water, ze moeten naar de andere kant. En de schorpioen vraagt aan de kikker, kan ik op jouw rug naar de overkant? En de kikker zegt nee, want je gaat mij steken. De schorpioen zegt nee, want dan ga ik zelf verdrinken. Dan zegt de kikker, oké, dan mag je mee. En midden in de rivier, midden op de beek, steekt de schorpioen de kikker. En terwijl hij aan het sterven is, zegt de kikker aan de schorpioen, maar waarom? Je gaat verdrinken. En de schorpioen zegt, ja, maar ik kan het niet laten. Begin jaren 80 krijgt Johan Antiris het voorstel om een satirisch blad te starten. De dag daarop heeft Johan zijn ontslag gegeven bij KNAK. En zo zijn we De Zwijger begonnen. Ik vond de reclame beter dan de tijdschrift. Dat heb ik meer gehoord, ja. De Zwijger is uiteindelijk geen happy verhaal geworden. Het was voor hem een nederlaag. De beschaving is in groot gevaar. En het succes van VTM, dat maakt mij ontzettend bang. Ook tijdens mijn verslaving, ik helpde mezelf naar de vernieling. En hij stond daar wel. Als dat lijk van Brussel naar Lilbeek, alle pastoors moesten binnenblijven. Hij was bezig met zijn laatste boek. De titel is wel geweldig, hè? De ravage is niet te overzien.